Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering één gast. En dat is Laurens Verspuy, wethouder van de gemeente Tiel. Laurens, van harte welkom. En we moeten je meteen maar feliciteren, hè? Ondanks het 10-jarige jubileum, ondanks dat je nog jong bent, wethouder in Tiel. Ja, de tijd vliegt, zeggen ze wel eens, maar dat is ook inderdaad het geval. Die 10 jaar, als we er even met een helikopterview naar kijken, wat is er dan veranderd? Nou ja, we hopen natuurlijk dat je een steentje kunt bijdragen om Tiel aantrekkelijker te maken, om daarin te leven en te wonen. Dat doe je nooit alleen natuurlijk, samengewerkt met fantastische collega's. Dus je probeert Tiel vooruit te duwen. Ga je er nog 10 jaar aanknopen als wethouder? Nou, dat vind ik een veilige termijn om te zeggen van 10 jaar niet. Nee, maar hoeveel dan nog wel? Ja, dat is, staat in de sterren geschreven. Maar goed, je zou best wel een idee hebben van, we kunnen nu nog eens een keer ergens anders gaan kijken of iets anders gaan doen. Nou ja, we kijken terug op 10 jaar. In die 10 jaar heb ik het buitengewoon naar mijn zin gehad in Tiel. Ja, maar ik heb nog 2 jaar Laten we ook eens kijken naar die toekomst. Ja, ik heb nog 2 jaar te gaan. In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ga je daar aan meedoen? En ik zal mijn mind moeten opmaken, als het ware, om daar wel of niet aan mee te doen. Dat heb je voor jezelf nog niet uitgemaakt? Nee, voor mezelf nog niet uitgemaakt. Waarbij ik wel in mijn achterhoofd heb natuurlijk, als je 12 jaar wethouder bent geweest, 12 jaar in een fantastische stad als Tiel, hè? Je eigen geboortestad waar je bent opgegroeid. Dat is lang. Die mind moet de komende tijd maar eens worden opgemaakt. Uitdagingen genoeg nog steeds, hè? Waaronder natuurlijk die WLP. Inmiddels wordt er volop gebouwd, volop gedaan. Hoe zijn de ontwikkelingen? Nou, men is druk bezig met betonstorten. Een ongelooflijke hoeveelheid beton die daarin gaat. Men is nu met laag -3 bezig. Er komen 4 parkeerlagen in die parkeergarage. Ruimte voor 580 auto's. Dus langzamerhand zie je dat laagje voor laagje worden opgebouwd. En als zomervakantie is, dan zijn ze bij de begane grond, zeg maar. Dus ja, de bouw ligt iets achter. Recordtempo nu. De bouw ligt iets achter op schema. Betekent dat ook dat er financieel, zeg maar, gaten vallen of niet? Nee, dat heeft met de sanering te maken. Die heeft veel langer geduurd. Ook wel het bestemmingsplanproces. De oplevering is nu gepland voor najaar 2017. Dus eind volgend jaar? Eind volgend jaar. Als we aan het einde van 2016 zijn, dan ziet het er al redelijk af uit aan de buitenkanten, want dat gaat heel snel. Maar dan moet er natuurlijk nog van alles ingeregeld worden. Nou, het cultuurclusser moet ook helemaal van binnen worden geregeld. Nou, die financiën waar we het over hadden, hoe staat het ervoor? Dat staat er. Lopen we redelijk in pas? Dat staat binnen budget. Uiteraard zijn het project altijd omgeven met risico's. Daar doen we ook verslag van keurig aan de gemeenteraad in het zogenoemde blauwe boekje. Maar het past nog binnen het plaatje zoals dat de raad had bedacht. En mensen kunnen al, zeg maar, inschrijven, hè, als men daar zou willen wonen. Ja, klopt. Mijn ontwikkelaar is nu ook echt begonnen met de interessepeilen voor de woningen. Er komen een aantal grondgebonden woningen langs de Koninginnenstraat en ook een aantal appartementen. Die zullen ook wat meer uitzicht bieden, vooral de bovenste uiteraard op de Waal. En er is een website voor in de lucht geroepen, wonenindewestluinenspoort.nl. Daar kunnen mensen zien van wat voor type woningen worden gebouwd, tegen welke prijs en waar je nog aan kunt draaien, aan voorkeuren. Je kunt ook nog je smaken doorgeven wat je graag zou willen hebben. Dus prachtige plek om te wonen in de binnenstad. In de grondgebonden woningen zit ook nog een klein tuintje bij. Dus waar heb je het nog in de binnenstad, dit soort nieuwbouwprojecten. Een mooi stukje Tiel, nog één keer die website. wonenindewestluinenspoort.nl. Wat ook een mooi stukje Tiel wordt, tenminste dat is de bedoeling, dat is weliswaar niet jouw dossier. Er wordt nu gewerkt aan de aanbesteding van deelgebied 4 en 3, terwijl mensen van deelgebied 1 en ook van 2 aangegeven hebben dat ze een schadeclaim kunnen indienen. Hoe ontwikkelt zich dat, voor zover jij dat weet? Nou ja, het vijfde terrein is natuurlijk al een langjarig proces. Er hebben een aantal ontwikkelingen zich ook in parten gespeeld natuurlijk. De woningmarkt is ingestort. Er was echt een behoorlijk waterprobleem, ook aangegeven door het waterschap. Plannen zouden niet zomaar door die watertoets heen komen. Dus, hoofdpijndossier, hè? Daar zijn allerlei maatregelen op genomen om dat te voorkomen. En ja, en men is er nog niet uit met alle partijen die in dat gebied zitten.
Daar wordt nu koortsig-achtig naar gewerkt om daar naar een oplossing te komen. Ja, wat voor oplossing zou de meest ideale zijn? Dat zou ik nu niet op willen vooruitlopen, want dat zou wellicht weer een oplossing in de weg staan als ik dat nu allemaal breed uit ga zitten verkondigen. Verwacht jij dat het uiteindelijk een eindgoed al goed verhaal wordt? Dat hangt vanaf. Bij iedere partij zal water bij de wijn moeten worden gedaan. Dus het hangt er vanaf of dat voor iedere partij nog drinkbaar is. Ja, dat is mooi omschreven. Ik vraag het je, omdat je wethouder financiën bent. Mensen van deelgebied 1, dat zijn een tiental ondernemers die zijn een schadeclaim aan het voorbereiden. Ik heb vernomen dat mensen van deelgebied 2 dat ook gaan doen. Kan de gemeente Tiel dat eventueel betalen? Dat ligt eraan hoe hoog die schadeclaims zijn en hoe groot de kans is dat zij daar kom je zomaar uit, recht op hebben. Maar als ik het bij elkaar optel, kom je zo op 4,5 5 miljoen uit. Ja, u telt van alles bij elkaar op, maar ik ken die plaatjes niet. Dus. Die komen vanzelf bij u op het bordje terecht? Uiteraard, als dat zo is, dan komen ze op het bordje terecht. Maar hoe gaat Tiel daarmee om, in zijn algemeenheid? Nou ja, we hebben er geen potje speciaal voor gereserveerd staan, dus dat zal dan uit de algemene reserve moeten komen. Als het zover komt. Ja, oké. Okay. Goed. Ook dat is dus afwachten geblazen. Ja. Ik heb overigens geen erkenning met uw cijfers overigens. Hoor. Maar... Nee, oké. Okay, maar als ik de optelsom maak van 2 ton per bedrijf, wat heel makkelijk zou kunnen, zit je zo al op 2 miljoen. En van deelgebied 2, daar ligt ook nog wel het een en ander open. Ja, u zegt 2,5 ton enzovoort. Het zijn allemaal bedragen die... Die bij u nog niet bekend zijn. Niet herkenbaar zijn. Nou, goed. Dat zal de toekomst dan uitwijzen hoe dat precies in elkaar steekt. Die financiën van de gemeente Tiel, die zijn nog steeds op orde. Binnenkort de perspectievennota. Ja, we steken binnenkort de pijlstok er weer in. Hè. Ook weer... We worden steeds afhankelijker natuurlijk ook van de landelijke overheid, van hoeveel geld we vanuit Den Haag krijgen. In de zogenoemde meiscirculaire wordt dat weer bekend, wat de bijstelling daarvan is. Hoe staan we ervoor als Tiel? Nou ja, we houden het hoofd boven water, net. Wat praat je dan over? En dan betekent wel dat we in onze begroting rekening houden met nieuwe uitgaven. Dus in onze begroting... Uitgaven, maar ook tegenslagen? Nee, ook tegenslagen. Wat daarin belangrijk is, is dat je de ingeboekte bezuinigingen haalt. Nou, daar hebben we een aantal grote van staan. Dat lukt ook aardig. Maar die precario, maar er komen er nog meer aan. Dus. Met die precario-rechten zit Tiel goed, hè? Op tijd de juiste stappen genomen. Ja, gelukkig net op tijd de juiste stappen genomen. Mensen die dat niet weten, wat houdt het precies in, precario-recht? Nou, je hebt precario-recht, dan moet de kabelmaatschappij betalen over... de kabel of de gasbuis die in de grond zit. Die in de grond zit. Dat kan aardig oplopen natuurlijk per strekkende meter. Daar hebben we voor gas een aantal jaren geleden dat ingesteld. Dat levert meer dan een miljoen euro op. Die hebben we ingezet om niet voor een miljoen euro te hoeven bezuinigen. Dus nou ja, daar besparen we natuurlijk een boel ellende mee in de Tielse samenleving. En daarvan heeft de minister gezegd van daar mag u nog 10 jaar sowieso mee doorgaan. Dat kan misschien korter worden, maar dan hebben we het over een compleet nieuwe inrichting van de totale gemeentefinanciën. Nou ja, daar moet men ook nog aan beginnen. Dus. Ja, niet elke gemeente heeft nee. die positieve cijfers, kan die positieve cijfers schrijven. Het heeft alles te maken met het op tijd indienen van die precario-rechten. Ja, dat heeft Tiel dus goed gedaan. Ja, precies, anders hadden we eerder al ruim een miljoen structureel moeten bezuinigen op de Tielse begroting. Die perspectiefnota, nog andere zaken waarvan u alle aan kunt geven van nou, dat wordt pittig of dat gaat goed? Nou, bij de perspectiefnota is het natuurlijk altijd een spanning tussen de wensen die er bestaan en de beschikbare middelen. Nou, dat is ook zo als het geld tegen de plint aanklotst. Ja. Dan nog zijn er meer wensen dan dat er geld is. Dus dat is op zich geen nieuw fenomeen. Maar ja, de marges worden wel smaller. Hè. De Tielse begroting is steviger in het pak genaaid. Hè. De lucht is er zoveel mogelijk uit. Ja, door het onderwijs, hè, de nieuwbouw bij de Rijksscholengemeenschap. Dus er is stevig bezuinigd op het ambtenarenapparaat. Ja, piept en het kraakt. Dat geeft wel aan dat er misschien wel te stevig bezuinigd is. Hè? Nee, wat er ingeboekt is, wordt ook gehaald. Alleen je moet een organisatie wel de kans geven om zich elke keer te kunnen zetten naar de nieuwe omstandigheden. Ja. En daar heb je af en toe wat frictiebudget, wat ontwikkelbudget voor nodig. Een eenmalig verhaal. Precies, en dat heeft de Raad dan ook beschikbaar gesteld. Dus daarmee kun je de organisatie ook weer verder inrichten naar
de nieuwe jasje wat ervoor is uitgekozen. Ja, die regio Rivierenland, we hebben er in de vorige aflevering ook al over gesproken. Van Schelven, de huidige voorzitter, die stopt als burgemeester. Dus ook automatisch als burger, als voorzitter van die regio Rivierenland. Tiel, hoe doen wij het in die regio Rivierenland? Nou ja, we zijn vertegenwoordigd met onze burgemeester. Die zit al in het dagelijks bestuur. Het zou heel logisch zijn als hij de opvolger wordt van Schelven, hè? Dat zou een logische ontwikkeling zijn, ja. En dat is goed voor Tiel, goed voor die regio? Nou ja, als voorzitter moet je ook vooral presenteren en er zijn voor de hele regio. Dus noblesse oblige, dat is dan ook de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dat is mooi omschreven, maar deze burgemeester die we hebben, de nieuwe zakelijkheid, zullen we maar zeggen, maar verbinden gaat hem goed af. Ja, dat zou die dus heel goed kunnen. Ja, dus een goede alternatief voor alle mensen die er nog meer willen gaan zitten. Dat is de boodschap van Laurens Verspij. Zou een goede kandidaat zijn. Oké. In de perspectievennota is er wel een beetje ruimte nog. Ja, we hebben ervoor gezorgd dat we in iedere begroting ruimte hebben voor 2 ton structureel aan nieuwe uitgaven en 2 ton incidenteel. Dus ook als het krap is, zoals in deze tijd, heeft de Raad altijd de mogelijkheid om te kiezen voor extra nieuwe uitgaven. Betekent dan dat bijvoorbeeld in Wadenoer de vlag al langzaam maar zeker uit kan als het gaat om dat kunstgasveld? Nou, dat moet af worden gewogen door de Raad met alle andere plannen die er liggen. Daar wordt nu druk aan gewerkt. Maar er is ruimte voor? Maar is er ruimte voor 2 ton incidenteel en 2 ton structureel geld. En de Raad heeft al aangegeven een aantal zaken bij die perspectievennota te willen afwegen. Hebben we de Waalkade voor een bijdrage van 2 miljoen. Men heeft eerder aangegeven extra cameratoezicht te willen, ook in de binnenstad. Dat kost enkele tienduizenden euro's structureel. We moeten voor wettelijke verplichtingen, extra wettelijke taken vanuit het Rijk bij publiekszaken worden geïnvesteerd. Iets van 90.000 euro structureel. Nou, zo zijn er een aantal boomwortelschade langs een aantal fietspaden. Zo zijn er een aantal dingen die al lang zijn gekomen bij de Raad. Mm-hmm. Ook uitdrukkelijk de wens voor het kunstgrasveld in Waddenooien. Nou, die worden allemaal op de lijst gezet. Dat gaat natuurlijk opgeteld veel verder dan de ruimte die er is. Dus dat is de taak van de Raad om daar net voor de zomer keuzes in te gaan maken. Nou, volgens mij een tevreden wethouder, hè? Met alle haken en ogen die er zijn. Still going strong. Precies, er is nog genoeg te doen. Nou, dat vind ik een heel mooi slot voor deze aflevering van het Koetshuis. En nogmaals, gefeliciteerd met je 10-jarige jubileum. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er de volgende maand weer. Graag tot dan.